net alsof je hier een iets zwaar, zeg maar, een stok met een vlag hebt zitten. Dan kijk jij een beetje naar hem toe. De andere kant uit. En dan heb jij een bordje in je hand. Nou, dat ziet er toch al hartstikke goed uit, vinden jullie niet? Frans Hals is eigenlijk de eerste schilder die in van die enorme groepsportretten, zoals de schutterstukken waar we nu voor staan, de officieren die hij portretteerde, niet gewoon naast elkaar en wat stijfjes neerzet, maar die ze heel actief op elkaar laat reageren. Je ziet dat ze bezig zijn. Ze kijken naar elkaar. Ene staat net op of wil net gaan zitten. Er komt iemand net nog binnen. Een ander die kijkt even om, die knikt. Er is natuurlijk een verkeer tussen die mensen, wat voor die tijd, eigenlijk voor die, nauwelijks nog gebruikelijk was. Hals doet het heel goed in die grote schuttersportretten, maar eveneens in zijn regentenstukken, zijn allereerste regentenstuk, tevens het allereerste Haarlemse regentenstuk. Daarin heeft hij een hele simpele vondst die heel effectief werkt. Hij beeldt namelijk niet al die vijf heren af alsof ze zitten. Eén daarvan lijkt net op te staan en dat is iets waar hij succes mee had, want Verspronk neemt het over vrij snel daarna. En 20 jaar later doet Rembrandt precies hetzelfde in zijn beroemde Staalmeesters. Je hebt het idee dat het bijna een soort van snapshot is. Dat de ene kwam net binnen, de ander die moest nog net zijn jas ophangen. De derde die was nog net bezig om een klein notitietje te schrijven. En dat moment heeft hij getroffen. En ja, dat is bijna als een soort van foto. Hij lijkt heel confronterend omdat hij blozende wangen en vernieuwende poses gebruikt. Maar tegelijkertijd had hij een heel fijn gevoel voor wat gepast was en hoe je mensen goed uit de verf kon laten komen. In het schutterstuk waar we nu voor staan zien we bijvoorbeeld uiterst rechts een heel kleine man. Dat is een kapitein die normaliter zittend zou zijn afgebeeld, net als de andere kapiteins. Maar hier laat hij hem staan zodat het in eerste instantie niet opvalt dat hij zoveel kleiner is dan de anderen. Nu. Ja, wat goed zeg. Nou, fantastisch. Ik vind echt...